Dan hebben wij de combinatie Martens en Zoon uit Elslo. En we gaan nu even langs de hokken lopen. Hier zitten de jonge duiven. Dan komen we aan het hok van de kweekduiven. Die zitten hier zo. Hierboven zitten de wedenaars. Vier hokken. Daaronder zitten de wetenschap der vinnen. En dan komen we bij die eerste sputnik hier. Daar zitten de eendagsduiven, de eendagsvliegers. En daar is ook 1 en 2 nationaal gevallen. En op die tweede sputnik, daar zitten de late jongen. Ja. We zijn begonnen met een 50 wedenaars. En na enkele vluchten waren er enkele gebleven. Ook nog goede duiven waren gebleven. En we zijn geëindigd met 10 wedenaars. We hebben die een vlug of 12 iedere week gekorfd. En toen zijn we ze om de 14 dagen gaan spelen. Want het seizoen was zo zwaar dit jaar. En dan hebben we dus de jaarling hebben we naar de kortere vluchten. Dat wil zeggen 400 tot 425 kilometer. En de oude duiven hebben we gezet naar de 500 en tot 625 ongeveer de vlucht. We zijn hier op het hok van de oude wedenaars. Daar heb ik enkele jaarlingen tussen gezet deze morgen. En die mogen hier dus nou een jongen gaan fokken. En dan zitten ze voor de winter klaar op het hok voor volgend jaar. Daar zit de vijfde Vitesse-kampioen van de afdeling. Daar zit de tweede Midfront-kampioen van de afdeling. Dus hier zitten ook behoorlijk goede duiven. Dat zijn twee broers van 1 en 2 Chatroux gisteren. Dus die is heel goed gekomen. Krijgt de tweede kampioen met de jaarlingen. Hier heb ik de winnaar van Nationaal Chatroux 2018. Dit is een duif die hebben we gekweekt uit 423. Dat is een doffer die is gefokt uit een zuivere Engelsduif, keer een duivin van ons eigen oude soort. De moeder van deze doffer is een duivin rechtstreeks van Anton Ruitenberg uit zijn 781. En hier boven het hok zit de duif dat de tweede nationaal vliegt en dat is de nestbroer van deze duif. Dus het zijn twee broertjes wat 1 en 2 winnen. Dat is heel bijzonder om met twee nestbroers 1 en 2 te kunnen vliegen. Ja, dat denk ik. Hoe hebben jullie die aankomst beleefd? Mijn vader die zit altijd achter aan dat huisje. En ik zelf met mijn vrouw zit hier in de zon als de duiven moeten komen. En op een gegeven moment kwam de duif aan. Ja, en wij zien dan gelijk dat die van dit hok is. En de duif die valt op de klep en op dat moment pakt de module hem niet. Dus dat was even paniek. En daar heb ik de duif gepakt en op de plaat gehouden, maar die pakte hem nog niet. Dan ben ik weer het hok uit moeten rennen en dan ben ik naar boven gegaan en daar heb ik hem op een andere antenne gehouden en toen pakte hij hem wel. En op het moment dat ik hem wilde gaan melden, kwam nummer 2. En dat had ik hetzelfde verhaal, want ook die pakte die niet. Maar gelukkig was het nog genoeg voor 1 en 2.